Hallo allen, we hadden het gewoon goed. Afgelopen week, vorige week, was de lijffinale van de Mol België. En Uma is gewoon de Mol. We hadden het goed met z'n allen. Heel veel mensen hadden het goed, sommigen hadden het natuurlijk ook fout. Sven is uiteindelijk de winnaar. Had ik ook eigenlijk niks anders verwacht dat hij de winnaar zou zijn. En ik gun het hem ook voor zijn kinderboerderijtje. Het was een super fantastisch seizoen. Ondanks alle pechgevallen natuurlijk onderweg. Een mol die opstapt en dat soort dingen. Echt respect voor de makers dat ze er toch nog iets van hebben kunnen maken. En de lijffinale was ook echt super tof in elkaar gezet. En daar kunnen ze in Nederland kunnen ze daar ook nog wel iets van leren, vind ik zelf. Afgelopen zondag, waren de molacties en hints en zo op GoPlay te zien. En natuurlijk ook op 4. En wat een goede molacties van beide mollen. Je hebt Philippe die al die roosjes van de taart afplukt. Wat we ook hadden kunnen zien in de aflevering zelf. Maar ja, helaas is dat gewoon niet opgevallen. Ook dat hij überhaupt ook gewoon zegt dat hij een roosje heeft opgegeten. Echt chapeau voor Philippe alsnog. Hij heeft heel goed omgegaan met de stress en zo. En dan ook meteen met die eieren. Die was natuurlijk ook heel erg leuk. En dat staat natuurlijk ook vol in de aflevering. En dat is natuurlijk super leuke molactie die hij heeft gedaan als mol zijn. En het was ook heel erg heftig om te zien hoe Philippe achter de schermen eruit zag toen hij die molbesprekingen had. Ja, super erg is dat om te zien. Echt worstelen. Hij worstelde echt met zijn, ja, met hoe hij het nou mentaal aankon. Weet je, hij kon het gewoon niet echt meer. En toch vind ik dit ook een heel goed voorbeeld voor iedereen op de wereld. Als je ergens mee worstelt, laat het gewoon weten. Spreek het uit. En verzwijg het niet, want dan gaat je jezelf kwalijk nemen. En daar wordt niemand beter van. Nou, Uma werd daarna de mol natuurlijk. En toen kwam er natuurlijk weer een nieuwe dosis chaos in de groep. Ook natuurlijk met haar vriend, Davy. De actie met Bert en Ernie was ook erg grappig die ze heeft gedaan. Natuurlijk, het was uiteindelijk Ernie. Maar zij zei Bert, dat is natuurlijk ook gek. En dan ook nog die bel en boog schieten. Gewoon hoppakee, lekker vol schieten. En waarschijnlijk is ook nog meer gedaan dan het enige wat ik nu zeg natuurlijk. En dan natuurlijk ook uiteindelijk heel slim bedacht. Want ja, weet je, Sven die zit op je. Dan kun je het beste eerst de goede draad zeggen. En daarna zegt Sven zelf dat het toch de gele is. Nou, uiteindelijk was dat dus verkeerd. Of was het nou de blauwe? Het was in ieder geval één van de twee draden die verkeerd was. En dan natuurlijk tot slot de slotact van Uma. Lekker drummen en dan af en toe verkeerd gaan. Ja, leuk als mol zijnde. Maar ja, als je muziekdocent bent, is dat natuurlijk ook wel een beetje jammer. Nou, dan de verborgen hints. Die waren ook zeker supergoed. Enkele zijn zelfs gevonden natuurlijk door ons. Zoals de fluithint van Mollenjagers op Instagram. Het is echt super vet dat hij hem heeft gevonden. Dat vind ik echt chapeau. Echt een applaus. Er was natuurlijk nog veel meer wat we zouden kunnen bespreken in deze video. Maar ik denk dat iedereen die deze video bekijkt ook zelf allebei de aflevering al heeft gezien. Want anders ga je niet op zoek naar video's. En kijken naar dit soort gekke napraatvideo's. Nou ja. Dus het enige wat ik nog een beetje kan gaan vertellen is... super bedankt voor het kijken naar al mijn video's. Het afgelopen De Mol België seizoen op dit kijk. Zo lang geleden dat ik een video heb opgenomen. Alles gaat verkeerd. Goed, super bedankt voor het kijken in ieder geval. Naar al mijn De Mol België hints en theorieën video's. En voor de Vlaanderen die het Nederlandse seizoen van Wie is de Mol nog niet hebben gezien. Die komt als het goed is binnenkort ook op GoPlay. Dus dan kun je hem via GoPlay ook kijken als je het nog niet hebt gezien. En dat is natuurlijk super leuk. Want dan kun je ook al mijn oude hints en theorieën video's kijken als je dat zou willen. En dan kun je natuurlijk gewoon lekker niet naar de Mol-pro gaan, maar naar WIDM-pro. Daar staan ook alle hints en theorieën van vorig seizoen van de Nederlandse Mol op. Lekker allemaal ingewikkeld. Daar kun je ook voor hier in het i'tje kijken. Daar staat de playlist met al die video's. In de verdere toekomst zal ik na mijn examens gaan beginnen met nieuwe en betere... En nou ja, betere. Het is niet per se beter, want Wie is de Mol is gewoon Wie is de Mol. Dat is superleuk. Andere content. Goede content. Tenminste, dat hoop ik. Er zal een serie gaan komen waaraan iedereen die de video's kijkt mee kan doen. Dus ook jij. Jij daar. Jij.
En die serie heet Codekraak. Die zul je ook binnenkort kunnen zien na mijn examens. Dus dat zal ergens in juli, augustus zijn. En verder zullen er nog meerdere dingen natuurlijk gaan komen. Ook op mijn TikTok, Tim op YouTube. En dat is wel weer even genoeg promotie voor vandaag, denk ik zo. Laatste zinnetje van vandaag. Abonneer voor meer. Tot de volgende keer. Laters. Zie, niemand wil je zien. Zie, echt niemand wil je zien.